Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is maandag en het is weer tijd om te gaan werken. Ik heb me klaargemaakt, ik heb koffie gemaakt. Ik moet alleen nog eventjes andere lippenstift, want ik zie dat ik echt een beetje bleek ben. Oké. Ik ga werken, is dat kanaal. En ik moest net nog iets doen, maar dan weet ik het niet meer. Mijn jas pakken. Even kijken. Jas aan. Volgens mij gaat het echt de hele week regenen weer. Ik heb er zo geen zin in. Ik heb zo erg veel zin in de zon. Maar ik ga al bijna weg. Dus ik ben blij. Nou, ik hoest nog steeds. Ik heb het idee dat het wel iets beter gaat. Maar nog niet helemaal. Mijn moeder zegt gisteren, wat hoest jij? Het is echt bizar. Ik was hier gisteren geparkeerd. En toen stonden deze lichten al aan van die auto's. Ik dacht, oh, nou ja, ze zijn vast iets aan het doen of zo. Maar het is gewoon de volgende dag en die lichten staan nog steeds aan. Dat mensen daar geen last van hebben gehad. Als ze dan binnen slapen. Huh? Dat vergeet je toch niet uit te doen? Ben ik aan de beurt, hè? Oh! Die zijn nog niet omgewisseld. Nee. Zo. Nee, niet goed. Dus heb je ook nog wat leuks in het weekend gedaan? Ja. Wat dan? Hij is wel rood, maar het zijn andere plaatjes. Zo, ik dacht ik ga pakketjes wegbrengen van Vinted, maar alle pakketpunten waren dicht. Ik heb nog nooit meegemaakt op maandag. Maar goed, dan morgen maar. Dan moet ik sowieso ook zelf een pakketje ophalen. Een beetje dom. Dan heb ik koffie gehaald bij de HEMA. Dan is 1 zak is 11 euro en 2 zakken zijn 15 euro. En dan neem ik er 1 mee. Hoe dom? Nou ja, laat het maar. Het maakt het goed uit. Doe ik dat de volgende keer weer. Nou, maiswafels zijn altijd op bij de Albert Heijn. Ik weet niet waarom. Maar ze hadden ze nu bij de Kruidvat. 3 voor 2 euro. Ik ga gewoon eventjes een shoplog doen van mijn boodschappen. Sambal, magere kwark, lactosevrij. Ik heb neuspray gehaald, wat je langer mag gebruiken dan een week. En dat is met zout, volgens mij. Purel, want mijn lippen zijn echt knijterdroog. En ik dacht, ik ga een keertje Purel proberen. Nou, en al mijn pakketjes zitten nog in mijn tas. Ga ik morgen maar wegbrengen dan. En ik moest vuilniszak hebben. Dus heb ik ook bij de Kruidvat gehaald. Zo. Nou. Heel veel vuilnis hier. Dat heb ik allemaal verzameld. En wat ga ik nu doen? Oh ja, er vroegen nog een aantal mensen waarvoor het tv-programma is. Die opnames. En dat was van het tv-programma Binnenste Buiten. En dat is op 1, 2 of 3. Volgens mij is het 3. En ik weet nog niet wanneer het op de tv komt, dat hoor ik nog. En als ik het weet, dan laat ik het natuurlijk weten. Zo. Nou, dan ga ik nu maar eventjes wat extra dingen op Vinted zetten. En ik ga even neuspray doen. Eenie, meenie. Chill om mee te nemen. Kijk of, want ik had laatst labello opgedaan. Nou, mijn lippen werden gelijk droog. Echt bizar. Ik heb het een paar keer opgesmeerd en het was gewoon echt gelijk droog. Dus, geen labello voor mij. Oh, en kijk. Helemaal fantastisch. Ik heb mijn koffer gisteren weer opgehaald. En hier zit een kleine koffertje ook in. Helemaal zin in. Ik ga er vast wat spulletjes in doen. Goedemorgen. Het is dinsdag.
En ik heb, oh, ik heb me aangekleed. Ik heb lekker weer mijn pantenbroekje aan en een grijze trui erop. Ik was echt al heel vroeg wakker. 5 uur of zo. Maar ik heb nog eventjes door kunnen slapen tot 6. En toen heb ik even lekker gelezen in bed. En nou, gewoon even lekker chill gedaan. Niet veel op mijn telefoon gezeten. Ik merk dat ik daar dan echt, oh, als ik 's ochtends gelijk op mijn telefoon ga, dan word ik helemaal opgefokt. Dus ik probeer dat echt eventjes niet te doen. Het is wel echt een hele grote verleiding om het wel te doen. Maar ja, ik weet niet. Liever gewoon eventjes niet. En dan laten ze op de ochtend dat ik dan wel van de telefoon kijk. Niet dat het me al lukt of zo hoor. Maar dat is gewoon eventjes iets waar ik even op wil letten. En ik ga nu even een espresso maken. Fantastisch. Ik krijg zo vaak ook nog vragen op Instagram en op TikTok. En waar ze van zijn. Maar ze zijn dus van Lenta Living. En ze zijn handgemaakt in Zuid-Spanje. En ze hebben allemaal verschillende kleurtjes. En ik vind het geweldig. Zo. Nou, ga ik even koffie maken. En ik was ook al bezig met mijn skincare. Dit is trouwens echt heel chill. Dit is die collageen. Hoe heet het ook alweer? Blablabla, ik ben de naam kwijt. Maar dat is dus een olie. En die doe je op je gezicht. Zo. En dat laat ik dan eventjes intrekken. Oogserum en crème op. Want dit is echt heel erg nattig. Dus ik moet even intrekken. Serum, dat was het. Gewoon een serum is dit. Zo. Oh, ik heb best wel een drukke dag vandaag. Of nou ja, druk. Niet drukker dan anders. Maar ik ga dan eerst werken. En daarna ga ik die pakketjes even weer wegbrengen. Dat doe ik eventjes in het winkelcentrum. Dan ga ik even langs de Zeeman, denk ik. Even kijken of er nog wat leuke dingetjes zijn om te filmen. En daarna ga ik dus naar de huisarts. Dan ga ik heen lopen. En dan ben ik benieuwd wat de dokter gaat zeggen. En dan ga ik daarna lekker boodschappen doen. En even kijken dan. Ja, het is dinsdag. Nou, ga ik alvast eventjes een beetje kijken wat ik meeneem in mijn koffer. Want ik ga volgende week ga ik al weg. Zoveel zin in. Echt bizar. Ik vind het zo leuk dat ik dit gewoon doe nu. Ik belde gisteren met mijn oma. Echt zo schattig. En ze zei, ik had het nooit verwacht dat jij dit alleen zou doen. Vroeger was je zo, zijn ze nou, verlegen. En durfde je niks. En nu ga je gewoon alleen daarheen alweer. Ja, ik vind het ook heel leuk hoor. Ik had het zelf ook echt niet verwacht dat ik dit in mijn eentje zou doen. Dat ik gewoon in mijn eentje heen zou gaan. En dat ik het ook nog eens leuk vind ook in mijn eentje. Wat is dit voor een gekke pluk? Komt het door die rozemarijnolie? Want dit had ik niet hoor. Nieuwe haartjes. Waar is mijn band eigenlijk? Die heb ik altijd op en nou niet. Ik kan ook wel even een haarband doen. Ik vind die haartjes echt heel irritant. Hop. Deze is trouwens ook heel erg chill. Deze primer van Elf. Goede aankoop. Hij is wel klein voor 11 euro. Maar goed. Het heet tot grip. Dus dan blijft het lekker op je hoofd grippen. Vast plakken. Moet ik een beetje tempo maken. Ik ben lekker aan het koken. Pastaatje en een eitje. En ik was bij de dokter geweest. En het is dus, ja, het is, ik dacht dus, ik heb een longontsteking of zo. Maar ik was dus bij de huisarts geweest en ze heeft eventjes naar mijn longen geluisterd en zo en naar mijn hart. En nou, het was allemaal goed. En het blijkt dus gewoon dat het, nou ja, dat het een virus is geweest en dat ik daar heel lang nog mee rond ga lopen.
met een of andere hoest. Dus dat kan gewoon tot maart duren. Daarom dat ik ook gewoon zo verkouden ben en hoest en zo. Maar ik dacht, ja, gewoon even voor de zekerheid eventjes checken. En ik voelde ook een knobbeltje. Ja, ik dacht, ik ben er nu toch. Ik voelde een knobbeltje bij mijn borst. En ik dacht, ja, weet ik veel wat dat is. En toen zei ik van, nou, zou je daar ook meteen eventjes naar willen kijken? En dat heeft ze gedaan. Nou, dat was ook allemaal verder goed. Het was gewoon iets van een klein ontstekentje. Maar ja, ik dacht, ik ben er nu toch. Dus laat ik het gelijk maar eventjes checken. Ik ben nogal een doemdenker. Dus, nou, ik ben blij. Ik ga nu even lekker een decaféetje drinken. En ik ga even binnenstebuiten kijken. Goedemorgen. Het is woensdag en ik ben een ontbijtje aan het maken. Ik heb al een magere kwark. Deze ga ik even erin doen. Ik vond trouwens heel goed vanochtend. Ik had niet op mijn telefoon gekeken. Ik heb een podcast geluisterd. Dat dan weer wel. Maar dat vind ik niet echt op mijn telefoon zitten. Het is meer social media en zo. Zo. Oh, het is natuurlijk gelijk weer een bende. Ik bijt altijd mee naar werk. Want ik kan 's ochtends nooit zo goed eten. Even kijken. Dus dan heb ik lactosevrije kwark. Doe ik een beetje muesli erbij. Oh, er zitten ook banaantjes in. Chill. En een beetje chiazaad. Ik heb gehoord dat dat ook goed is. Ik heb het trouwens gewoon bij de Action gekocht. Er zit best wel veel in zo'n zakje. Dus die heb ik gehaald. Even kijken. Dan heb ik ook nog aardbeidjes volgens mij. Vet lekker ontbijtje. Ik heb gewoon van die bevroren aardbeien van de Appie. Die doe ik dan in een bakje. En dan doe ik er zo een paar in. Kijk nou, hoe gezellig. Gembershotje neem ik mee. Ze hebben die minis. Water sowieso. Vitamine D neem ik mee. Goedemorgen. Het is donderdag. En mijn telefoon is de hele tijd vol. Dus ik kan de hele tijd niet filmen. Elke keer dan ben ik stukjes aan het filmen en dan ploep, dan valt hij uit. Dus ik hoop echt dat ik binnenkort gewoon eventjes een goede camera heb. Of nou ja, ik krijg sowieso een camera. Daar ga ik echt voor sparen. En dan kan ik gewoon lekker filmen. Het is donderdag dus en ik moet zo werken in Musselkanaal. En ik denk dat ik daarna eventjes naar de kringloop ga. Eventjes bij de kleren en zo kijken. En ja, voor de rest... Oh ja. Koffietje drinken vandaag met Stienke. Oh, ik moet even wakker worden. En ik moet nog een pakketje ophalen van Vinted. Ik heb de laatste tijd echt zoveel leuke dingen besteld via Vinted. Het is echt niet normaal. Het is echt helemaal een soort van hobby geworden om gewoon de hele avond gewoon op Vinted te scrollen. En allemaal dingen te liken en setjes te maken en zo. Ik vind het echt geweldig. Maar ik ga me nu even klaarmaken en dan ga ik werken. Ik heb echt altijd dat ik gewoon niet meer weet waar ik mijn auto heb gezet. Dat is echt heel, heel gek. Maar ik zie hem al staan. Daar. Hier word je toch helemaal gek van? Het is opeens nu weer aan het vriezen. Oh my god. Vreselijk. Ik ben weer thuis en ik heb was bij de kringloop geweest. Heb niet gefilmd. Zo dom, maar echt mijn telefoon is gewoon de hele tijd vol, vol, vol. Dan zegt hij, ja, mijn geheugen is vol en dan stopt hij met filmen. Ah, echt heel vervelend. Dus ik probeer wel te filmen, maar het lukt gewoon steeds niet. En dan moet ik elke keer filmpjes verwijderen en zo. Ik hoop dat hij het nu wel blijft doen. In ieder geval, mijn kringloop aankopen staan wel op Instagram. Huis in Groningen. En ik heb nu een pakketje van Vinted. Dus ik ben heel benieuwd. En ja, ik weet het niet. Volgens mij is hij te kort. Want het is een heel klein pakketje. En ik had eigenlijk een beetje een lang gilet verwacht. Maar goed.
Ah, er zit helemaal een briefje bij. Veel plezier met het gilet. Ah, wat lief. Zo schattig. Vind ik echt leuk dat als dat erbij is, zit. Oh, hij is wel leuk. Zit ook helemaal vol met glitters. Even kijken. Helemaal uit mijn comfortzone weer. Oh nee, hij is best wel lang. Oh, hij is leuk. Kijk nou, hoe cute. Helemaal leuk. Ik heb lekker gegeten en ik lig helemaal chill in bed. Met een kopje thee. En witte chocola. Had ik echt zoveel zin in. En ik ga straks even lekker op Vinted scrollen. Ik had best wel wat dingetjes besteld afgelopen dagen. En nu ben ik aan het wachten tot het allemaal binnen is gekomen. En dat giletje was dus als eerste binnen. En ik kreeg net een bericht dat mijn gehaakte jurk ook binnen is. Dus daar ben ik echt heel benieuwd naar. Het is best wel vroeg en ik lig gewoon lekker in bed. Ik vind het gewoon echt super chill om gewoon altijd te doen. En ik wil even zeggen dat ik het ook heel erg leuk vind dat ik de afgelopen tijd best wel veel reacties krijg op mijn video's. Dus dat vind ik echt super leuk om te lezen. En ik heb al bijna 400 volgers. Vind ik echt heel leuk. En ik ga gewoon de hele avond een beetje chillen. En dan ga ik lekker vroeg slapen. Morgen nog even een dagje werken. En dan is het alweer weekend. Koekoek! Ik heb net een pakketje opgehaald van Vinted. Ik wilde ze eigenlijk allemaal tegelijk ophalen en overmaken. Maar dat kan natuurlijk niet. En ik ben veel te nieuwsgierig om het... niet open te maken. Dit is het. Altijd hilarisch hoe mensen ook gewoon iets inpakken. Ik vind dat echt zo grappig. Maar goed, het gaat om wat erin zit. Oh. Nou, weer zo'n lief briefje. Kijk nou. Dit is zo lief. Oh. Dat vind ik echt heel lief. Oh, het is ook echt prachtig. Het is echt prachtig. Kijk nou. Oh mijn god. Ik hoop echt dat hij niet te kort is. Helemaal leuk. Oh. Good morning. Het is zondagochtend. En ik lig lekker in bed. Zoals je kan zien. Even kijken. Even een update van het weekend. Vrijdag was ik met een vriendin. En toen zijn we uit geweest. Nou, en toen zaterdag... heb ik eigenlijk niks gedaan. Gewoon lekker in bed gelegen. Series gekeken. Lekker eten gehaald. Nou, dat was allemaal niet zo boeiend om te filmen en zo. En nu is het zondag. En vandaag ga ik een beetje mijn koffer alvast inpakken voor Ibiza. Want dan ga ik daar volgende week naartoe. Dus daar heb ik ook echt heel erg veel zin. Good morning. Het is maandag. Ik ben ready voor werk. Ik ga proberen om eventjes weer wat meer te filmen. Ik hoop dat mijn telefoon een beetje veel geheugen heeft. Ik ga deze vlog van afgelopen week nu wel online zetten. En dan komt er volgende week zondag een nieuwe vlog online. En dan ben ik op Ibiza. Dus dan worden weer gezellige vloggies. Dus sorry voor deze een beetje saaie huisvlog weer. Ik zag dat ik gewoon echt heel veel binnen weer heb gefilmd. Ik hoop dat jullie het nog wel leuk vinden om naar te kijken. Maar vanaf volgende week is het dus weer gezellig vanaf Ibiza. Dus daar heb ik echt mega veel zin in. Ik ga nu naar werk. En dan zien jullie mij weer in een volgende vlog. Doei doei!